En waar was de suiker nou gebleven? En welkom bij Assassin's Creed, aflevering 4. En welkom allemaal, bedankt voor het kijken. We gaan beginnen na het intro. Oh, in de knoop. Oké, people, let's go to work. Ja, de vorige keer waren we gebleven bij die wachters. Die moesten we gaan afleiden. Inhuren en afleiden, daar gaan we, jongens. Ze moeten die kijkers, die gasten moeten afleiden die voor me staan. En waarom doen ze dat nou niet? Kom op, leid ze me af. Ja, afleiden, kom op. Mijn tijd gaat 12 seconden. Kom op, 10 seconden. Ik moet erdoor, sorry. Kom op, ik moet ze zien, ja. En dan kan ik hier met het ladder omhoog. Dat moet. Excuus. Oké, dan moet ik die gozer pakken erboven. Kijk, een hele andere tactiek, ik weet het. Tjak! Oké, nu gaan we hier hun volgen via de daken. Is iets heel anders dan wat we normaal gewend zijn. Ik ga hier via de rechterkant op dat aan de linkerkant. Een poesje! Oh! Wat een lief ding. Oké, we moeten uitkijken voor die wachten. Let op wat ik ga doen. En... Oeh, niet naar beneden vallen! Oeh! Gaan ze merken? Dat gaan ze merken! Snel wegwezen. Die had ik niet hoeven doden eigenlijk, die gasten. Oké, daar zijn ze. Ze gaan nu rennen. Waarom gaan ze rennen, weet ik niet. Maar dat betekent dat ik ook een beetje moet gaan uitkijken waar ze heen gaan. Oh, shit. Ja, ik weet op afstand groot is, maar ik probeer er naartoe te gaan en ik probeer... Nee! Doelwit kwijtgeraakt. Het wordt nou lastig, jongen. Ik moet mijn best gaan doen. Ik moet een keer mijn best gaan doen. Ja, het moet gewoon een keer gebeuren. Oké, ik ben nou ineens op de grond gespand. Dat betekent, is het veilig om op deze manier achter die gozers te gaan? Oh, ze zitten nou heel dichtbij. Hopen dat ze niet achterom kijken. En die ene zit vast. Oh, en die gaat weer door. Zag je dat? Oh jee, ze rennen nu. Achtervolgens de wachters. En ik weet niet waar ze naartoe gaan. Maar ik achtervolg die ene. Die ene loopt helemaal op de kop. Die loopt helemaal achterop. Zie je dat? Is ook helemaal de tel kwijt, die man. Ja, loop maar door. Rennen. Nee, niet tegen die muur. Oké. Nee, niet jij. Ik ben onschuldig. Nee. Oh. Die man liep zelf tegen die muur aan. Ik kon er niks aan doen. Ik moest toch achter die man aan. Maar als die man weer te ver in, draait zich ineens om en die ziet me, dan ben ik al ontdekt. Dat kan toch niet anders? Oké, Arends oog aan, jongens. Arends oog aan. Oké, hopelijk blijven ze nu wel een beetje bij elkaar. Kijk, die ene lurk, die is achtergebleven, zie je? Die kan helemaal niet lopen. Kijk, hier staan ook nu geen mannen weer voor, waar ze dan tegenaan jumpen. En ik spring zo, en ik spring zo, en ik spring achter elkaar zo. En ik loop achter de schaduwen aan de schaduwen van de man van de bochters. De bochters, komt niet aan mijn dochters. Er zijn de wachtpoorten, de poorten zijn gesloten. Oké, loop maar. Ja, goed zo. Dan kan ik erachteraan. En waar gaan ze heen? Ze weten voor gekkerheid niet waar ze heen moeten lopen. Ze weten gewoon niet waar ze heen lopen. Ik wil wel hier naar boven. Ik kan wel via de bovenkant hun volgen. Ik weet niet of dat sneller is. Oh, holy chips. Holy shit, nou moet ik gaan opschieten. Kom op. Dan maar via de grond. Via de grond is beter, jongens. Via de grond. Waar zijn ze nou? Oh, daar. In het steegje. Ze gaan een steegje in. Jongens, waar gaan ze heen, joh? Kom op, ik ga heel die map doorlopen, geloof ik. Ja, stop maar met lopen. Lopen, hopen. We gaan lekker lopen. Rennen door de markt en rennen door de zomer. Luister het gesprek af. Inhuren. Kom maar mee, meiden. We gaan eens even lekker een stukje lopen. Wat? Je hebt niet genoeg gehoord. Ja, hoe kan het dan als ik die buikdanseressen moet in... Ik moet die toch eerst inhuren? Ik kon het niet sneller doen. Dit is wel heel raar weer. Inhuren. Oké. Dit ging sneller. Goed dat dit van die checkpoints zijn. Heel positief punt.
Ze gaan naar een ophanging. Klinkt weer heel vrolijk. Een beetje zacht te lopen. Kijk, je moet binnen dit bereik blijven, dus we kunnen nog even wachten zelfs. Oh, die man. Zo, die was dichtbij ineens. Oké, dit komt goed. Je hoeft niks af te leiden, jongens. We lopen gewoon achter ze aan. En we gaan kijken wat ze zeggen. We hebben veel suiker. Ja. Oké, er wordt iemand opgehangen hier. Dat is natuurlijk een hele oude traditie van vroeger. Een hele oude traditie. Hassalaliala. Ik ga er wel bij drinken, jongens. Oh! Ik moest iets dichterbij gaan lopen. Ik ga gewoon lekker in het publiek staan. We gaan kijken naar de strop die om zijn nek gaat. En we zitten nog steeds in dit bereik. We konden nog zelfs een beetje naar achter lopen. Hey. Wacht dus, dat zijn mijn vrouwen. Zit je nou een beetje te flirten ermee? Op zouten. Oké, we moeten die man volgen. Denk ik. Je mag best wel doorlopen hoor. Die mevrouw stond echt keihard in de weg. Achtervolg de kapitein. En de kapitein is degene die het schip bedient. De grote kapitein. Is die man al opgehangen? Ik heb het niet eens gezien. Nou ja, goed. We achtervolgen de kapitein met onze 4 dames. 3 dames? Oké, ik ben een vrouw kwijt. Nou ja, heb ik daarvoor mijn geld uitgegeven. Goede geld. Maar dan ga die gasten maar afleiden. Ga ze maar afleiden even. Ik loop wel met jullie mee zo. Stel de sleutel van de kapitein. Oh. Oh, chips. Oké, gaan jullie maar even kijken zo naar die meiden. Conflictstatus, ik weet dat er een conflictstatus is, maar ik weet niet waar ik naartoe moet nu op dit moment. Ik moet maar gaan schuilen in een hooiberg, maar waar is de hooiberg als je die kan vinden? Ik hoop dat ik hier veilig ben. Nee, sluit met de voortopslag, ik moet helemaal niet daar naartoe. Mede help me. Ik ga het water springen, ik ga het gewoon in het water springen. Ongezien zwemmen, nee, we hoeven nog niet ongezien te zwemmen. We gaan gewoon hier. Zo, we gaan achter het schip. En we gaan ongezien zwemmen nu op dit moment. Huppakee. En dat betekent dat ik ze hopelijk nu kwijt ben. Ik word niet meer gezien. Dan kan ik nog eventjes snel het kratje halen. Want ik zie nog geen vijand hier in de buurt. Kunnen we hier het schip op? Jongens, geen zorgen. Ik maak de zorgen wel. Ik moet ook helemaal niet hier naartoe. Ik weet het. Ik ga ook helemaal de verkeerde kant op. Ik weet het. Dus we moeten dadelijk nog even ontsnappen van die rare tata's. We stelen van die tata's. Sluip naar de fortopslag. Oké. En ik heb het gevoel dat dat gebied ook weer helemaal niet veilig is. Ik denk dat daar weer stikt van de bewaking. Ik zit er helemaal niet op te wachten. Ja, kom maar. Oh, loop maar. Nou, die man is aardig daar. Die staat te vissen. Die laat ik ook gewoon vissen. Dag, meneer. Verkoopt u vis? Nee, ik vang alleen. Oké. Hele nutteloze sport. Vissen. Nou ja, ik kan niet snappen dat je 8, 9, 10 uur lang op een vis zit. Wachten tot die hapt op je haakje. Maar het zal wel... Ja, ik heb het vroeger wel eens gedaan. Maar toen hadden we echt een hele hoop kaakjes gekocht. Bij de EDA nog vroeger, zo heette het nog, de EDA. En als we die kaakjes hadden gekocht, dan gingen wij lekker met ijsthee die kaakjes opeten. Terwijl onze vishengel in het water lag. Ja, zo hebben we dat gedaan. En ja, we hadden toen misschien 1 of 2 visjes in heel de middag gevangen. Omdat we zo'n keiharde herrie maakten. We hadden een keer zelfs muziek meegenomen. Nou, dat moet je dus niet doen als je gaat vissen. Je moet vissen met doodse stilte. Nou, we moeten dat fort binnen, zie ik nu. Dus we moeten eigenlijk nog gevaarlijker doen dan normaal. Maar er staat natuurlijk weer ontzettend veel bewaking. Dus met die meiden die ik net heb gehuurd, gaan we ze afleiden. Let maar op. Jongens, meiden bedoel ik, sorry. Jongens. Meiden, leid die jongens maar even af.
Want de jongens die willen even plezier hebben. Goed zo. Oeh, meisjes. Oeh. Nou. Kom maar even met dat beschuit van jullie. Oh, chips. Ja. Boya, Sirolet. Oh, snel. Ongezien zwemmen. Ongezien zwemmen. Ongezien zwemmen. Ongezien zwemmen. Ongezien, ik zei het toch. Dan komen die gasten ook maar aan. Ongezien zwemmen. Ze luisteren weer niet. Ongezien zwemmen, zei ik. Ongezien zwemmen. Gewoon niet doen. Gewoon niet luisteren. Doe maar niet. Gewoon niet doen. We kunnen ook via de zijkant erin. Jongens, had dat dan even gezegd tegen me. Hè, nu ben ik weer helemaal aan het zoeken. Oh, dat ging niet goed. Zag je dat? Nu is iedereen weer van zijn hele hokuletoki. Hokuletoki! Hokuletoki! Shit! Shit, 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 shit! Oh jongens, nee, dat gaat niet goed. Nee, ik ben dadelijk al gelijk dood waarschijnlijk. Ik ga weg hier. Oh, dit is echt heel creepy. Welke kant moeten we nou op? Niemand weet het. Waarom? 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 Waarom wij moeten? Opbergen? Wat moet ik opbergen? Kleine kroketten, Katinke. Weet je dit? Kijk nou. Oh, ik ben verstopt. Wat gaaf, joh. Nee, joh. Oh, wat geweldig. Schitterend. Oké, dan moet ik uitkijken. Daar zit iemand. Die kan me zo zien. En die was ook niet duidelijk blij met me. Zal ik eens uit de kast komen, jongens? Voor één keertje? Oké. Maar dan wil ik wel even die vent doden. That's how we do it. That's how we do it. Oh, wauw. Wapens oppakken? Kan je schieten? Je kan schieten! Geen kogels? Ik weet niet of ik kogels heb. Ja, we hebben duidelijk kogels. Oké. Dat betekent dat dit gewoon een third-person shooter is geworden. Maar, ik heb maar één kogel. Wat is dit? Aansteken? Oeh! In de kast, in de kast! Oké, als... Niemand dat heeft gehoord? Ja, daar heeft iemand dat gehoord. Oh, die denkt, nou jongens, wat is dit nou? Potverdorie, potverdorie, wat is daar nou weer aan de hand? Dan heeft iemand een rondje lopen afsteken zonder dat het oud en nieuw is. Vermoorden! Dikke, dikke zeug. Oh, sorry. Sorry, was hem gewoon een zeug, die man. Die heette gewoon zeug van zijn voornaam. Oh, nog iemand. Kijk, kijk, die man denkt, hé, waar hoor ik dat gefluit? Waar hoor ik dat voor fluit? Die denkt van, ik ga eens even te kijken, want... Het gefluit komt uit die kast. Gerard Joling zit erin. Ik kom er nu uit, Gerard Joling. Happy. I believe I can fly. En wat is hier gebeurd? Er is niks gebeurd hier. Oké. Okay. Nou, kunnen we hier... Ja? Ja. En nu? Ja. Ja. Fragmenten. Ja. En waar nou heen? Kunnen we daarheen? Ja, we kunnen daarin. En ik kan hier weer dingetjes pakken. En laat ik nou niet gezien worden door die mannetjes. Is dit hier ergens een kistje? Hier. Beroven. En ik hoop dat het goed met me gaat. Hier zit ook weer heel veel in. 2 van de 20 kisten gevonden namelijk. 2 van de 20 kistjes. En ik moet hier
daarboven zijn. Ik ben nou nog niet echt een steek verder. Dat ik zeg van nou. Nou. Nu komen we toch wel tot een punt dat we zeggen van nou. Dat is wel een stuk verder gekomen. Misschien kunnen we hier naar boven toe. Er zit wel een richeltje. En ik denk dat... Hij merkte niks! Hij merkte niks! Fantastisch! Oké, links zit er nog één. Even kijken, rechts niemand. Oké, let op. Dit gaan we heel makkelijk oplossen door even heel sneaky. Heel sneaky! But... Oh! Fantastisch! Die man staat daar alleen. Oké, let op, let op. Oh, te veel, te veel! Oh, dit is te veel. Oh, chips. Oh, chips. Pets. En doei. Oké, jongens, let op, let op. Hem moeten we hebben. Hem moeten we hebben. Hij gaat schieten. Dus sowieso moet ik uitkijken voor hem. Als het naar beneden gaat, is hij de Sjaak. Hij is de Sjaak nu. Sowieso. En? Oké. Hij is de Sjaak. En we zijn nu... gekomen op het punt waar we naartoe moesten gaan, naar de deur. Die gaan we openen. En daar zal de suiker verschijnen. Of niet? Wat? Wat is dat? Wat was dat? Oké, we hebben het object. En dat betekent dat we eigenlijk wel even naar boven moeten gaan. Maar dat doen we niet. We moeten naar de Steden Bonnet. En dan doen we niks anders dan gewoon keihard jumpen. En hier weggaan uit het gebied. Verboden gebied. Jakkes. Maar dat betekent wel dat onze eerste missie... Onze eerste gave spannende assassin missie is eigenlijk best wel goed gelukt. En ik vond het eigenlijk een ontzettend gave missie. Vooral omdat je nu in de kast kan schuilen. Dat hebben ze best wel leuk gedaan. Er zitten echt wel nieuwe elementen in de game. Daar ben ik eigenlijk echt heel enthousiast over geworden eigenlijk. Niet in de boot. Ik heb mijn boot. Even kijken, waar ligt die boot nou, jongens? Ik weet het allemaal niet meer. Er liggen zoveel boten. Kijk, en daar moeten we heen. Komt hij weer met zijn kistje. Moeten we weer achter hem aan gaan dadelijk. Hé, het bloed is weg ook. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados, to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no. No, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Edward. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Ooh. Missie voltooid. Herinnering 2. En mijn suiker. Vermijd gevechten. Ja, jongens, ik kan niet alles... Ik kan niet... Nee, dat gaat gewoon even niet. Hele strakke missie. Havana. Nou, we hebben een aantal dingen. We hebben 2 van de 20 kistjes. Liedjes, 1 van de 7. Het ging te snel weg. Maar we hebben dus... Havana is een heel mooi gebied. Ik kan wel even op select kijken. Dan kunnen jullie kijken hoe groot het gebied is als ik uitzoomt. Even kijken hoor. Nou, het is een best wel een... Wat? Wauw, dat is echt een ontzettend groot stuk. Hij pakt gewoon dat kleine stukje van de kaart. Oh, wauw. Damn, wat is deze game groot dan. Dat is toch niet normaal? Damn. Hallo mevrouw, heeft u wat gevangen al? Makreel en weet ik het allemaal niet. Je hoeft maar 1 keer in te werpen hoor mevrouw. 1 keer die vishengel of vishaak is ruim voldoende. Of was het de meneer die net deed? Ik weet het niet. Nou jongens, dat betekent... Oh, kijk eens, ik zie daar weer een geheim dingetje. Die moeten we even pakken, let op. Hoe gaan we die pakken? Paaltje, paaltje, paaltje. Hup, fragment. En ik zou zeggen, mensen.
Ik ga zo afsluiten. Ik loop even een stukje door de stad nog. We gaan even kijken of we een iets beter zwaard kunnen kopen. Want dan komen we toch langs die zwaardeman. Hallo meneer de zwaardeman. Ik wil graag een mesje kopen. Sorry meneer, we hebben alleen zwaarden. Dan koop ik een zwaard. En wat heeft u voor mij in de aanbieding? Nou, kijk eens even. Ik heb deze prachtige Spaanse rapiers met beugelgevest. Voor 1200 piek is die van u. Ik neem hem. Goed. Niet goed. Geld terug. Nee meneer, deze is prachtig. Kan ik ook wat dingen bij hem kopen? Gewoon medicatie, volgens mij niet, hè? Even kijken wat hij nog meer verkocht. Jachtspullen verkopen. Ik kan mijn jachtspullen verkopen. Wat hebben we dan? Een bot en een... Oké. Nou, ik verkoop dit gewoon even. Dit wildzwijnhuid en een stuk bot. Wat heb ik eraan eigenlijk? Ik verkoop het maar gewoon. Alsjeblieft. En kunstwerken. Dat is, in elke Assassin's Creed is dat mogelijk. Ik wil wel één kunstding kopen. Een beeldje met vleermuisfiguur. Ja, ik weet niet waarom ik het kocht, maar... Ach ja, we hebben het gekocht. Alsjeblieft, u bent ook weer blij. Ik ben weer blij met mijn beeldje. En ik wil jullie heel bedanken voor het kijken. Bedanken voor het kijken naar de video. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer terugkijken naar een volgende aflevering van Assassin's Creed 4 Black Flag. En tot de volgende keer. Bye bye.